All-Star, wij gaan nu richting de winkel. En daar gaan we eigenlijk heel leuke dingen kopen, eten. Vooral, ik hoop ook dat ze de ijscream hebben. Dus dat gaan we vooral doen. En we nemen nu mee op de fiets. Dus wij gaan eens klaarmaken en vertrekken. Dus ik heb zondag niet gefilmd, mensen, omdat ik was echt kapot van het feestje. Het was wel een heel leuk feestje van Heidi. Het was echt heel leuk van mijn grote held en van Stefanie. Dus het was echt heel leuk. En nieuwe mensen is altijd leuk om te leren kennen. Dus het was echt wel een leuke aanrader om te doen. Dus ik ga jullie even hier jullie plaatsen. Zo. Voilà, de helm op. Jasje aan en vertrekken. Dus het was echt cool en leuk. Dus ik kon niet beter. Ik heb ook iedereen laten schrijven in mijn vriendenboek. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Eigenlijk iedereen in het vriendenboek. En want ja, het zijn toch eigenlijk allemaal schatjes. Ik hoop dat het niet te koud is buiten. Vooral want ja, het ziet er zo raar weer uit. En vooral dat het maar overblijft als je op de fiets zit. Want dat is het belangrijkste. Morgen is het weer tijd voor voor naar school te gaan om te gaan werken. En dan ook Enzo mee te nemen. Ja, van deze week ben ik ontragen. Ik moet Enzo deze week niet gaan halen op school en gaan brengen. Dus die ga je niet zien in de vlog. Maar en misschien gaan we zaterdag nog leuk iets doen met Annie. Dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat we binnenkort met mijn grote held naar de show gaan. En daar gaan we heel veel leuke dingen doen. En ook een stukje vloggen voor herinneringen voor later vast te leggen. Dus dat gaan we allemaal doen. Dus we gaan nu eens een keertje vertrekken. Van de Aldi. Aldi. En we gaan nu een kerkje pakken. Dus een kerkje. Oké. Dat hebben we niet nodig, dus we gaan een centje insteken. Zo. En dan gaan we zo erin gaan. We weten al wat we willen, dus. We gaan eens kijken of we moeten twee flessen cola hebben, lasagne, een pizza en misschien nog een ijsje. Dat is nog niet zeker, dus we gaan het zakken zien wat er is en dan gaan we dat sowieso nemen. Wacht, we gaan het van plastic vrij doen. Ik hoop dat we de winkel doen. Niet dat jullie dat doen, maar ik doe dat wel. Ja, ik doe het altijd op deze manier, dus dat echo het op een andere manier. Dus, ik heb de lasagne erin. En de pizza's leggen we erin. Zo. Ik heb dat ook al. Katten-ding moet ook nog hebben. Want de kat is al zo op van de kat. Ik moet even zo pakken met de kat. Dat is heerlijk. Het is het lekkerste, dus waarom niet? Voilà. En dan gaan we eens kijken voor de ijsjes. Zo, dat wist ik het liefst van allemaal. Koekje doen. Voilà. Dat zit ook in. En dan gaan we weer terug naar daar. Dan gaan we nu naar de kassas. En dan hebben we alles wat we moeten hebben. En daarna gaan we even wat shopping. Dus we gaan even naar de kassa. We gaan alles in de fietskas. De kar. Dat ik altijd mensen weg ben. Of we in de fietstas steken. Kan ik eens kijken. Nee. Lijnt alles hier gewoon in. Dus nog altijd de laatste bankkaart die zo'n ding zegt. Dus we gaan alles eens insteken. Zo, alles er goed in. En de rest steken we aan de andere kant. Ik had de rest erbij dat ik altijd gewoon insteken. Ah, dat is gelukt. Dan moet ik alleen de andere kant opmaken. Ze steken ook die fles erin. Ik ben even stiekem aan het filmen en wij gaan nu richting huiswaarts. Dus we zijn wel pikkerig uit geweest. Dat is wel veel eigenlijk. Het is echt wel prima. Buiten nu. We gaan de draaideur. Buiten. Zo. Nu zijn we weer naar buiten. Dat gaat de ijskeer schelden. En ik ben op zoek naar een nieuwe rustzak. Want er is wat gaten in je vorm. Dus
die geparkeerd. Die weegt wel een pijl, dus dat moet ik toegeven, die wel een beetje weegt. Maar goed, het helemaal in orde. Sleutel erbij pakken. En is richting huiswaarts. Het is wel leuk om... Ik wou een meisje verrassen, maar die was heel druk bezig daar. Dus we komen gewoon eens even terug als het minder druk is voor de meisje. Dat die wel beter kan zien, want dat vind ik al belangrijk. Dus dat gaan we eens wat doen. Die heeft kleppen een beetje kapot van de camera. Maar goed, we kunnen filmen als voornaamste. Dus we gaan richting huiswaarts. En dan gaan we... Dus hopen dat jullie dit een leuke video vinden. Duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.